Gezondheidsminister Amara Madin zegt dat de geluiden over de beperkte beschikbaarheid van antigeentesten niet klopt. In een gesprek met onze nieuwsdienst bevestigt de bewindsman dat deze testen op meerdere plekken beschikbaar zijn voor belanghebbenden. We hebben ook bij het BOG de antigeensneltesten. Ook tegen betaling voor de commerciële dingen. Ook bij de particuliere laboratoria. Medilab Health Control kunnen met antigeensneltesten doen. En dat is commercieel. Mensen gaan ervoor moeten betalen. Want dat is op basis van het reisbeleid. En de gratis testen, althans de testen die gedaan worden vanwege diagnostiek, die zijn wel gratis. Maar als je komt uit het buitenland als toerist, dan moet je in principe gewoon betalen voor de testen. Ramadin zegt dat toeristen bij vertrek het resultaat van de antigeentest die ze bij aankomst hebben gedaan, moeten kunnen aantonen. De gezondheidsautoriteiten zijn volgens de bewindsman bezig de regelgeving uit te werken. Voor deze week wordt er nog gedoogbeleid gevoerd. De nieuwe regels worden binnenkort doorgevoerd en strak nageleefd. De bewindsman benadrukt dat mensen die een antigeentest doen het resultaat op papier moeten krijgen, zodat de controle bij vertrek geen probleem wordt.